Vandaag gaan we raadsels oplossen. En de allereerste raadsel begint met de vraag: wie heeft Anna vermoord? Namelijk, Anna was doodgevonden in haar huis. En naast Anna lag haar mobiel. Naast haar dode lichaam. Met deze cijfers op de mobiel: 6445533. De verdachten zijn de volgende. Namelijk de moeder, genaamd Amy. Dan hebben we nog de volgende verdachte. Dat is de stiefvader, genaamd Rick. De volgende verdachte is de buurman, genaamd Mike. En de allerlaatste verdachte is haar vriend, genaamd John. Na alles goed te onderzoeken, heeft de politie de moordenaar gearresteerd. En nu is aan jou de vraag: wie heeft dus Anna vermoord? Ja, het enige wat je weet, letterlijk het enige wat je weet, is dat Anna dood op de bank is vermoord. Dat haar mobiel naast haar lag. Dat dit de nummers waren: 6445533. En dat de verdachten de moeder, de stiefvader, de buurman en de vriend waren. De moeder heette Amy, de stiefvader Rick en de buurman Mike. En haar vriend heette John. En dat is het enige wat we weten. En letterlijk met deze informatie kan je erachter komen wie de moordenaar is. Je moet wel even out of the box denken. Even buiten het doosje. Even wat verder dan normaal. En dan zou je het antwoord op dit raadsel weten. Dames en heren, ik weet het antwoord op het raadsel al. Ik ga het jou ook vertellen in 3, 2... 1. Trouwens, dus als je het werkt dus zo, als je het antwoord nog niet wil weten, moet je even snel deze video op pauze zetten. Want ik ga het nu vertellen. Namelijk, het goede antwoord is onze goede vriend Mike. Oftewel, de buurman. Aangezien op die oude telefoon stiept hij vroeger met, ja, de nummers. En als je op deze telefoon kijkt, zie je dat de nummer 6, de eerste letter, de M is. Als je 3 keer de 4 intikt, krijg je een I. Als je 2 keer de 5 intikt, krijg je een K. En als je 2 keer de E intikt, krijg je een E. En op deze manier spel je dus de naam Mike. Hier zien we nog 1 keer even lekker goed. Hij gaat dus nu 3 keer op 4 drukken, dan krijg je een I. En dan gaat hij nu nog 2 keer op 5 drukken, dan krijg je een K. En zo spel je het woord Mike. En dat wou deze mevrouw doen. Alleen, je zag alleen de cijfers. Dus Mike is de moordenaar. Laten we doorgaan naar raadsel nummer 2. Raadsel nummer 2. Wie heeft zijn vrouw vermoord? De man vertelde dat hij terug van werk kwam en daarna zijn vrouw dood vond. Ze vond zijn geweer en schoot zichzelf. Dat is wat de man zei. Maar de politie die dacht, deze man is aan het liegen. En nu is aan jou de vraag... waarom is deze man het liegen? Deze man vertelde dus het verhaal, voor even de duidelijkheid, dat hij terug van werk kwam. Hij zag zijn vrouw dood op de grond liggen. En blijkbaar had zijn vrouw zijn geweer gevonden en zichzelf doodgeschoten. Dat is het verhaal dat die man vertelde. Maar dit man liegt dus. Hij is een liegbeest. En nu is aan jou de vraag, hoe weten we dat? Hoe kan het zijn dat deze man aan het liegen is? Je hebt precies 30 seconden om een antwoord te bedenken. Want daarna ga ik het goede antwoord vertellen. Ik ga je ondertussen wat tips en hints geven. Namelijk, je moet goed kijken naar de omgeving. Kijk naar de agent. Kijk naar de meneer. Kijk naar zijn broek bijvoorbeeld. Kijk naar de geweer. Kijk gewoon heel goed. Kijk gewoon heel goed. Voornamelijk naar de broek en de riem van de man die aan het huilen is. Ja, als je nu het goede antwoord nog niet weet, ben ik een beetje teleurgesteld. Namelijk, het goede antwoord is dat de man de vrouw heeft vermoord. De vrouw had helemaal niet de geweer kunnen vinden. Want de man had hem gewoon aan zijn riem hangen de hele tijd, de geweer. Oftewel, de man heeft de geweer uit zijn riem gehaald en keihard de vrouw neergeschoten. En dames en heren, dat was raadsel nummer 2. We kunnen gelijk doorgaan naar raadsel nummer 3. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je even iets herinneren. Namelijk, er is iets heel leuks. Als jij nog niet geabonneerd bent, dan moet je even heel goed opletten. Of als jij pas geleden hebt geabonneerd, dan moet je ook goed opletten. Namelijk, iedereen die op mijn kanaal abonneert, krijgt een shout-out. Net zoals deze mensen. Dit zijn dus alle mensen die vandaag of gisteren op mijn kanaal hebben geabonneerd. Dus ben jij nog niet op mijn kanaal geabonneerd, abonneer dan nu meteen. En dan krijg jij misschien, net zoals al deze mensen, een shout-out in mijn volgende video. Letterlijk het enige wat je moet doen is abonneren op mijn kanaal. En dan ontvang jij een shout-out net zoals hun. Dus ja, we kunnen hier bijvoorbeeld zien dat Mora en Jud Alai en Ilona Koevoets en Hacker Guy Louise allemaal gisteren op mijn kanaal zijn geabonneerd. Dus abonneer jij nu, dan staat jouw naam, net zoals al deze mensen, ook ertussen. En we gaan nu gelijk door naar raadsel nummer 2. Yes, en raadsel nummer 2 is heel erg simpel. Het is namelijk 1 vraag. Zoek de sniper voordat hij je schiet. En ik ga lekker meedoen. En ik zou echt... Dit is echt lastig trouwens. Als je deze allemaal goed hebt, dan ben je echt goed bezig. Ik denk rechtsonder dat hij daar ligt. Is dat correct? Dat is correct, dames en heren. Let's go. Oké. Nou, deze... Oh, deze zie ik echt heel erg snel. Ik moet wel zeggen dat hij echt heel erg goed gecamoufleerd is. Maar hij zit gewoon tegen de boom aan. Jij gaat mij niet neerschieten, sniper. Ik heb jou gevonden voordat je kon schieten. Lekker voor je. Kijk eens aan. Daar zit hij dan.
Jazeker, gewoon voor de boom. Dat kon je heel goed zien. Oké, waar zit de sniper verstopt? Waar zit de sniper verstopt? Ik weet het oprecht niet. Ik kan het niet zien. Als jij het wel ziet, dan vind ik jou echt heel erg goed in zoeken. Maar ik kan het niet zien. Ik kan wel iets gokken links bij de bomen. Is daar? Nee. Oh, hij zat daar bij de rotsen. Oké. Ja, die had ik niet gezien. Oké, volgende foto. Hier zit dus gewoon ergens een mens. Hè? Hier zit dus gewoon een persoon ergens verstopt. What the fuck? Volgens mij zit hij echt letterlijk rechts van de teller. Van dat 2-1. Daar rechts. Is dat correct? Zie ik hem daar goed? Nee. Oh mijn god. Het leek erop. Oké, nu zag ik hem wel nu het rondje eromheen zat. Oké, waar zit de sniper verstopt? Dit is toch onmogelijk, dames en heren? What the fuck? Huh? Waar is die? Waar is de sniper? Ik weet het oprecht. Ik weet het niet. Laat me het zien. Laat me het zien. Hij zat daar, jongen. Daar zat ik niet eens te kijken. Daar zat ik oprecht niet eens te kijken. Oké, volgens mij zit hij nou gewoon letterlijk precies in het midden, als ik het goed heb. Ik zie daar namelijk precies in het midden van deze foto een heupje dat een beetje er raar uitziet. Is dat de sniper? Laat het me zien. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, zeker. Die hadden we goed. Let's go. Oké. Volgende foto. Waar zit de sniper? Ik weet het niet. Ik weet niet. Ik weet oprecht niet. Er telt ook niks af. Ze zijn de teller van 10 naar 0 vergeten erin te zetten. Maar ik kan oprecht. Ik weet oprecht niet wie de sniper is. Waar die zit. Weten jullie het? Laat even weten in de reacties hier beneden. Ik kon hem niet vinden en we krijgen ook niet het goede antwoord. Dus ik moet het echt van de reacties hebben. Waar zat die sniper? Laat me weten in de reacties hier beneden. Spoel even terug als je het nog niet hebt gevonden. De eerste die hem vindt krijgt een hartje. Want ik ben echt heel erg benieuwd. Laten we nu even doorgaan naar het volgende raadsel. Oké, raadsel nummer 4. Na een vreselijke schipbreuk werd een zeeman wakker. Op een woestijneiland. Wat een mooie woestijneiland. En kijk dan de zeeman. Hij is helemaal verslagen. Oh mijn god. Maar het is nog wel geluk dat hij wakker werd op een woestijneiland. En dat hij niet dood is gegaan. Maar op deze woestijneiland zaten alleen maar vrouwen. En dat is ook de regel op deze woestijneiland. Er mogen alleen maar vrouwen op deze eiland. Wat een top eiland. Het is wel jammer dat er alleen maar vrouwen mogen. Maar het klinkt als een leuk eiland. De vrouwen die wilden hem daarom vermoorden. Het is dus niet zo'n leuk eiland als het lijkt, dames en heren. En de man zegt, ik heb een laatste wens. En toen hij zijn wens vertelde, hebben de vrouwen een boot gebouwd voor hem en hem vrijgelaten. Kijk, je ziet hem hier zijn wens vertellen en opeens werd hij vrijgelaten. Ze hebben zelfs een boot gebouwd. En nu is aan jullie de vraag, wat heeft hij gezegd? Waarom is deze schipper, deze man, vrijgelaten naar zijn wens? Misschien mensen die gewoon van, ik wil niet vermoord worden en ik wil dat jullie een schip bouwen. En dachten die vrouwen, oké, is goed. Nee, het is wel wat lastiger. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb deze raadsels niet gemaakt. Ik weet wel al het goede antwoord. En ja, ik vind het antwoord van dit raadsel een beetje flauw. Dus ik ga jullie ook niet langer in spanning houden, want ik vind het gewoon, ik vind het een raar antwoord, dit raadsel. Namelijk, de wens die deze schipper had gemaakt is, hij zei het volgende, dames en heren. Hij zei het volgende. Ik wil dat de lelijkste vrouw mij vermoordt. En ja, we kunnen het natuurlijk linksom en rechtsom. Maar alle vrouwen zijn gewoon mooi. Van binnen, van buiten. Elk lichaam is perfect. Iedereen is mooi. Dus er is geen lelijke vrouw. Dus ze dachten, dat kan niet. We laten hem gaan. Nee, ik vind het gewoon een raar antwoord. Ik wil dat de lelijkste vrouw mij vermoordt. Oké. Dat is toch een raar antwoord. Zeg maar, net alsof het, als het een eiland was vol met mannen, ga je toch ook niet zeggen van, jij bent de lelijkste. Dat is toch gewoon respect hebben voor elkaar. Ik snap het antwoord van dit raadsel niet. Misschien jullie wel. Ik vind in ieder geval alle vrouwen gewoon mooi. Moraal van dit verhaal. Hopelijk vonden jullie dit raadselvideootje leuk. Ik vond het heel erg leuk. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je meer van mij wilt zien. Dat kan gewoon hier beneden. Druk op de abonneerknop. En dan heb je ook nog iets leuks. Namelijk, je krijgt een shout-out in een van mijn volgende video's. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Check een van deze vier video's. Dan zie ik jullie weer daar. Mick. Out.